Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft vanmorgen tijdens haar jaarafsluiting 82 recruten aangesteld tot aspirant-agent van politie. Bijkans 385 agenten zijn bevorderd tot de naast hogere rang. Verder zijn er ook 6 burgers beëdigd tot buitengewoon agent van politie. Volgens Antonius Shin, plaatsvervangend korpschef van het KPS, kijkt de organisatie thans uit naar kansen en de uitdagingen die de basis zullen vormen voor het continueren van de politiezorg. Volgens Shin zijn de bezuinigingsmaatregelen vanuit de centrale overheid ook niet aan het korps voorbij gegaan. Onze focus was dan ook constant gericht op het voeren van crisismanagement om te kunnen beschikken over de minimale voorzieningen voor de dienstverlening aan de gemeenschap. Toch kijkt de plaatsvervangend korpschef terug op een naar zijn zeggen goed jaar. Ook hebben we het aangaan van samenwerkingsverbanden met de private sector, zoals de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven. Opening van een nieuw politiebureau te Sneesikondre met ondersteuning van Nieuwmond Suriname en het districtsbestuur. Het project preventief onderhoud van dienstvoertuigen en decentralisatie van het technisch beheer van dienstvoertuigen. Het geïntegreerd inzetten van de beperkte middelen binnen regio Paramaribo gericht op een relatief grotere zichtbaarheid van de politie en preventie. Het uitvoeren van succesvolle operaties waarbij drugs en andere contrabanden in beslag zijn genomen, als ook het voorkomen van beroevingen en inbraken. Het in samenwerking met Interpol en andere internationale partners voorbereiden van joint anti-mensenhandel operaties. Shin benadrukte dat deze markante resultaten een collectieve inspanning zijn geweest van het Korps Politie en de samenleving. Volgens hem is echter de roep naar de veiligheid vanuit de gemeenschap hen niet ontgaan en zullen zij zich met alle hen diensten staande middelen blijven inzetten om de criminaliteit te beheersen. Aan de bevorderden deelde hij mee dat zij met hun nieuwe functie meer verantwoordelijkheden meekrijgen. Kameraden, we zijn er nog lang niet, maar er worden reeds stappen gezet in de goede richting. Ik wil u daarvoor bedanken en een beroep op u doen om de moed niet op te geven. Wij zullen hand in hand, zij aan zij, de nodige interventies plegen om in het jaar 2018 gerichter te werken aan duurzame veiligheid. Viribus Audax. Ik reken op uw inspanning, maar meer nog rekent de gemeenschap op u. Ik zal u hierbij niet vermoeien met criminaliteitsstatistieken, maar verwijs u naar onze politiewebsite www.politie.sr, waar deze informatie uiterlijk de tweede week van januari 2018 zal worden gepubliceerd. Dames en heren, rest mij u nog een fijne en vooral veilige jaarwisseling toe te wensen. In de hoop dat daadwerkelijk met goede intenties, harde inzet, oprechtheid, verdraagzaamheid en voortvarendheid gewerkt zal worden aan een veiliger Suriname voor ons allen. Antonius Shin, plaatsvervangend korpschef van het Korps Politie Suriname. Hij sprak vanmorgen tijdens de jaarafsluiting van het korps, waarbij 82 recruten zijn aangesteld tot aspirant-agent van politie. Bijkans 385 agenten tot de naast hogere rang zijn bevorderd en ook 6 burgers beëdigd tot buitengewoon agent van politie. De afsluiting van het dienstjaar vond plaats bij de politieacademie aan de Kommewijnenstraat.